helemaal. En eens kijken naar deze nieuwe Vlogmas vlog. Het is vandaag dag 3 van Vlogmas. En het is vandaag 3 december. En het is zondag. En het was echt super leuk gisteren. En dan had ik gisteren ook al in de vlog verteld. En ja, het is al best wel laat. Het is al 1:15. Maar ik had vanochtend niet gevlogd. Omdat ik echt even een off day had. Zeg maar een off ochtendje. Ik had gewoon... Ik was best wel moe. Ja, maar ik ga ze nu zo eten. En daarna ga ik afspreken met Esther. Oké, nou het is heel raar, want opeens is het nu 's avonds. En ik film even weer met mijn mobiel. Maar ik heb dus echt haast niks gevlogd vandaag. Zoals je ziet is het echt maar 2 minuten beeldmateriaal of zo. Het spijt me daarvoor. Ja, ik was deze dag aan het afspreken met een vriendin van mij, Esther. Zoals jullie net hoorden, zeg maar eigenlijk. En nou, ik was er dus best wel lang. Dus daarom, ja, ik ga daar niet zomaar opeens zo vloggen, weet je wel. Dat is gewoon een beetje raar. Dus daarom heb ik ook niet zoveel gevlogd vandaag. En 's avonds, ja, was ik eigenlijk gewoon ook moe. En ik deed toch niks, weet je. En dat ik niet zo heel veel doe. Ik lag letterlijk, ja, eigenlijk alleen maar op bed. Oeps. En ik had nog snel een video ingepland. Een vlogvideo. Dus daarom heb ik niet zoveel gevlogd. En morgen ga ik wel... Morgen is wel een drukke dag voor mij. Dus daarom ga ik morgen wel weer lekker vloggen. Dus ik hoop jullie wel benieuwd zijn naar de vlog van... Ja, morgen die jullie dan morgen ook zien. Dus ja, dan zie ik jullie weer bij de vlog van morgen. En ja, ik denk niet dat jullie heel erg genoten hebben van deze vlog. Omdat er toch niks gebeurde. Maar ik ga nog even vertellen. Het was wel een hele leuke dag met Esther. Ja, ik heb eigenlijk echt niks gedaan. Het was zondag. Lekker, ja, chill dagje en zo. Dus daarom. En ja, dat was eigenlijk wel wat ik eigenlijk vandaag had gedaan. Ik had gewoon echt niet veel gedaan. En ik ga nog even YouTube filmpjes kijken nu. En daarna ga ik slapen. Dus ik hoop dat jullie nog wel genoten hebben van deze vlog. Doe een blauw duimpje omhoog als je deze vlog leuk vond. Vergeet niet te abonneren. En ja, en laat er nog een leuke comment achter. En of je excited bent voor nog de vele Vlogmas vlogs die eraan komen. Ik heb er echt nog steeds super veel zin in. En ik moet je zeggen, ik weet het, het is nog maar de 3e dag. Maar deze 2 dagen gingen me wel goed af met het ja, editen en zo. Terwijl ik vorig jaar wel meer tijd had. Meer vrije tijd om te editen. Nu heb ik dat wel minder. Maar het was ook weekend. Dus ik ben benieuwd hoe dat in ja, een normale week gaat. Maar ja, ik zie jullie weer bij de volgende vlog morgen. Dat is het.